De hondjes waren erg bang vannacht, want de regen die was heel hard. En de onweer ook. Oh ja, de onweer was ook heel hard. Ze zaten trillend op de stoel. Je had koude Rex, hè? En Bram die heeft er ook zwaar de pee in. Ik denk dat het komt omdat het vrouwtje op zijn stoel zit. Niet vanwege het weer. Ach, het zijn net je kinderen, hè? Je doet alles voor ze. Ja, het regent wel heel hard. Het is maar goed dat we er zijn voor de hondjes. Hoe laat moeten we de honden uitlaten, zei je nou net? 6 uur. Om 6 uur de honden uitlaten? Ja, want daarna breekt hier weer de puntje uit. Oh, oké. Okay. Tot 10 uur. Nou, dat kan ze toch niet binnen laten zitten? Nee, kan je niet maken, nee. Ik hoop dat je ze wakker krijgt. Dus om 6 uur moet je ze uitlaten. Dan moet je om 5:30 de wekker zetten. Ja, 6 uur de wekker ga ik dan in mijn pyjamaatje naar buiten. Om 6 uur zet je de wekker en dan ga je in je pyjamaatje naar buiten. Ja, met mijn regenjas aan. Met een regenjasje aan. Als je dan terugkomt, heb ik ook een regenjasje aan. Afgesproken. Nou, ik ben wel. Ik vind het wel vertederend dat je je eigen zo om de hondjes bekommert, hoor. Meen ik serieus? Ja, natuurlijk. Dat is te zielig als we zo gestrest zijn. Ja, zeker weten. Jammer dat het 2 uur 's nachts is, maar ja. Het is heel zielig. Hé, hey jongens. Jullie zijn zo stressvol. Sorry Jip, ik zal je de volgende keer niet meer wakker maken. Nou jongens, we hebben onze bestemming voor vandaag hebben we alweer gewijzigd. We zouden eerst naar een of ander vissersdorpje gaan. Gaan we niet doen, want het is daar net zo klote weer als dat het hier is. Regen en harde wind. Maar we gaan naar Pamplona. Ze hebben daar ook met die stieren, dat ze door de straten heen rennen. En dan kun je er vooruit rennen. En dat ga ik nou eens proberen een keertje. Het volgende shot zal zijn dat je vader op een brancard ziet liggen met een horen van een stier in zijn hol. Denk je niet, Lies? Ik denk het ook. Ja, nee, maar we gaan naar Pamplona toe en we gaan gewoon die stad bekijken. En als de stieren aan het rennen zijn, dan ren ik gewoon mee. Ik denk dat ik dat wel kan. Ik ben nog zo flexibel als een jonge god. Ik vind mezelf zo flexibel als een jonge god. Ik denk dat dat een beter... Een beter iets is. Nou, tot het volgende shot, zou ik maar zeggen. Dan zitten we in Pamplona. Doei.
Nou, zijn we aangekomen in Pamplona. Staan we hier op de camperplaats. We waren hier om 12:30. En toen waren er nog een stuk of 10 plekken vrij. En het is nu 1:00. En hij staat helemaal vol. Echt helemaal vol staat hij. In een 30 minuten tijd loopt die hele camperplaats vol. En het leuke was, ik zeg nog tegen Alice, als je om 12:30 bent, ben je misschien net op tijd. En daarna loopt hij echt, het gaat echt heel snel. Dus, maar ja, we gaan straks lekker met de hondjes lopen naar de binnenstad. Gaan we de route lopen van de stieren. Gaan jullie allemaal zien straks. Kijk nou. Een modelspoorbaan. Leuk. Word ik altijd met je werk geconfronteerd als je op vakantie bent. We zijn onderweg naar het centrum van Pamplona om wat te gaan bekijken. Gelukkig dreigt het niet zo erg met regen en is het erg mooi weer. Volgens mij ben ik al half nat. Nee hoor. We lopen door totdat het hard begint te regenen en daarna gaan we onder een boom staan of zo. We zullen en moeten daar gaan lopen. Leuk, Ellie. Kijk eens, de rivier die doorloopt door Pamplona heen. We staan op een brug in een park. Dat is wel grappig. Kijk hier, dit is de plek waar die stieren achter de muur zitten. En hier laten ze ze los. Wat grappig. Dus we liepen er bijna zomaar langs heen. Nou, hoe ver was het lopen, Alice? 1,2 kilometer, hè? Ja, met de lift. Maar met de lift waren we gewoon binnen de poep en de zucht waren we er. In de binnenstad van de Pamplona. Kijk, door deze straatjes worden ze met die stieren worden gelopen. Daar heb je een kerkje. Daar gaan we even heen. Nou, ik denk dat mijn geheugenkaartje wel vol is. Want ik geloof dat ik de hele rit met de lift ook gefilmd heb. Ik sta hier zomaar op een pleintje in Pamplona. Een beeld. Voor het gemeentehuis. Echt, van die typische Spaanse straatjes dit. Een mooi pleintje hier zo. Er zitten hier ook van die luiken in de grond. En als ze met de stieren gaan rennen, dan zetten ze er hier ook. Van die hekken langs de weg neer. Dat die stieren niet kunnen ontsnappen. Kijk, dan hebben ze er nog eentje laten staan. En dit is een pelgrimsroute van... Welke pelgrimsroute was dat nou, Lies? Santiago de Compostela. Ja, daar staat hier zo'n ding op de grond. Nou, dat rode bordje, dat is de route van de stieren lopen. En het gele bordje, dat is van Camino de Santiago. Bedevaartstocht. En met het rode, dat is waar die stieren lopen. Ja. Nou, dat gaan we volgen. Kijk, ik dacht dat ze dus een hek hadden laten staan. Ter voorbeeld van welke hekken... Dus geplaatst worden. En dan blijkt dus dat dit een monument is voor de mensen die zijn overleden tijdens het stierenrennen. Die stieren die komen daar uit dat hele smalle straatje. En dan lopen ze hier voor de winkeltjes langs. En dan willen ze allemaal rechtdoor, maar dat kan niet, want er staat hier een... Ja, er wordt hier een hek geplaatst.
En dan moeten ze hier dit smalle straatje in. Kijk, en dan lopen ze hier die straat door. Kijk, en dit is die bocht waar ze heel vaak onderuit gaan hier zo. En wat eigenlijk iedereen staat te filmen. Kijk, en dan lopen ze hier door die straat heen. En dan lopen ze zo richting de arena. Kijk, het is echt zo'n typisch Spaans. Met zijn vrienden, allemaal buiten. Lekker gezellig eten. Lekker van de pintos genieten. Zelf hoor. Kijk, en dan komen ze bovenaan die straat komen ze. En dan lopen ze zo richting de arena. En dan gaan ze hier weg. Kijk, dit is dan de intree van de arena. Kijk, hier staan overal van die vierkante gaten in de grond. Waar ze die palen in doen met die hekken. Dat die stieren niet hun eigen leven kunnen herleiden. Kijk, en daar komen ze dan vandaan. Kijk, hier hebben we een beeld. Een bronzen beeld over het stierenrennen. Kijk, de krant hebben ze in de handen, geloof ik. En dan moeten ze met die krant moeten ze die stierenmap geven, geloof ik, hè? Ja, dat moet niet. Dat doen ze. Kijk, en daar vooraan lopen er meegenen die, die heel erg dapper zijn en heel erg stoer zijn. En hier achteraan. Ja, dan had je voor hadden kunnen lopen. Dan lopen de mannen die niet zo heel erg snel zijn. Dat is wel een mooi bronzen beeld hoor. Kijk, dit is het bronzen beeld bij Pamplona. Ik loop er even omheen. Hier heb je het centrale plein in Pamplona. Nou, die stieren die komen dus vanaf hier, komen ze dus gewoon naar boven gelopen richting dat monument, daar zo. En dan gaan ze daar linksaf. En dan gaan ze daar linksaf tot aan die hoek waar we gefilmd hebben dat het een enge hoek is. Ja. En dan lopen ze richting de hoe heet dat? Maar ze komen hier vandaan, van beneden af. En wij lopen de route lopen wij in tegenovergestelde richting, zal ik maar zeggen. Maar ja, het is erg stijl. En er is heel veel politie op de been. Kijk, en als je dan beneden aan die straat bent. Dan lopen ze hier ook, lopen ze omhoog. Ja, wij lopen nu dus naar beneden toe. Maar ze lopen omhoog. Kijk, hier staan ook van die rekken. Ik denk dat ze ze laten staan. Deze hebben ze niet opgeruimd. Kijk, er is iets van een festival aan de gang. Is niet mooi, maar wel heel hard, die muziek. Kijk, en dan komen ze hier ook, komen ze naar boven gerend. En wij zijn daar ook beneden, zijn we met de lift naar boven gegaan. Maar als ik dat zo zie, poh, het is echt wel steil omhoog hoor. Jeetje.
Nou jongens, we zijn zo meteen. We zijn zo net lekker wezen uit eten. We lopen nu weer terug naar de camper, naar de hondjes toe. En voor vandaag is het klaar en uit. Mooi geweest voor vandaag. Zeker weten, we hebben heerlijk gegeten. Morgen gaan we weer op een andere manier door Pamplona heen. Maar dat zullen jullie morgen in de vlog van morgen wel zien. Dus, hey jongens, doei!